Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo en ik ben een journalist en ik schrijf over popcultuur. En vandaag gaan we het hebben over dit boek. Was getekend 30 jaar Erik Heuvel. Nou, dan moet ik er eventjes iets over vertellen voordat we echt beginnen. En dat is namelijk het volgende. Dit is een remake, deze vlog. Want vorige week, vrijdag, was ik bij Erik. Die was aan het signeren in het Beeldverhaal in Amsterdam. Samen met Hein de Kort. Er zijn twee vlogs over gemaakt. Twee. En die kun je gewoon op mijn kanaal vinden. En toen kwam ik thuis en toen vond ik een postpakketje op de mat. En daar heb ik daar gelijk een vlog over opgenomen. Het openmaken van het postpakket. Wat ik wel vaker doe. En daar zat dit boek in. Vastgetekend 30 jaar Erik Heuvel. Want deze goede tekenaar, stripmaker, zit al 30 jaar, ruim 30 jaar in het vak. Dus dit is een overzichtsboek. Nou, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik heb natuurlijk eerst die vlog van Erik aan het signeren online gezet. En op de een of andere manier heb ik per ongeluk de vlog gewist van het pakketje. Dus dat ding is er niet. Dus ik dacht, nou, ik vind het toch leuk om dit boek eventjes aan jullie te laten zien. Ook al hebben we het er al een klein beetje over gehad in de vlog met Erik Heuvel als je aan het signeren is. Dus ik maak gewoon een nieuwe vlog en dan laat ik toch wat van dit boek zien. Het grappige is, Marcel de stripvlogger heeft ook dit boek ontvangen van uitgeverij L. Want dat is de uitgeverij van Eppo onder andere. En ook van January Jones, wat Erik Heuvel ook maakt. En die had dan een vlog gemaakt waarin hij het pakketje openmaakt. Dus ik dacht, nou, misschien is het dan ook wel gewoon goed om het anders aan te pakken eventjes. Want anders doen we allebei precies hetzelfde. Maar het is puur toeval dat we dat eigenlijk hadden gedaan. Maar dat heb je wel vaker. Twee zielen, één gedachte. Dus wat staat hier nou eigenlijk? Erik Heuvel viert met deze uitgave zijn 30-jarig jubileum als professioneel stripmaker. Een overzichtswerk van een bijzondere tekenaar die debuteerde met karikaturaal werk in diverse amateurbladen, maar zich op aanraden van Martin Lodewijk ging verdiepen in de klare lijn. Hij ontwikkelde zo een geheel eigen stijl. Hiermee maakte hij zowel avonturenstrips als January Jones, Het Geheim van de Tijd, als ook educatieve strips waar hij een groot publiek mee bereikte. Zo werden twee albums van hem uitgekozen als nationaal geschenk en verschenen zijn boeken wereldwijd in meer dan 20 talen. En wat dan leuk is, nou, dit is een overzichtsboek. Dat begint met deze mooie plaat van January Jones, zoals je kunt zien. Ik vind het altijd heel fijn als het schutblad en zo ook goed benutten. En om dat gelijk wat laten zien. Frits Jonker, mijn vriend Frits Jonker, heeft een mooi voorwoord geschreven over het werk van Erik. En dan gaan we naar, ja, het is ingedeeld in hoofdstukken. Het jeugdwerk van Erik, dan zie je inderdaad dat hij meer karikaturen tekent. En nog niet die klare lijn. En ik vind het erg leuk om te zien dat daar een beetje ontwikkeling in zit. En dat we dan nou die ontwikkeling kunnen zien. Ik vond deze ook heel gaaf. Van Frankenstein. Het is echt gewoon mooi tekenwerk. En dan gaan we naar illustraties in opdracht. Allerlei werk wat Erik heeft gedaan. Kijk, hier zien we de klare lijn al. Dit is een mooie. Dit is het Leidseplein. Illustratie voor wraparound cover van de Noord-Zuidstrip. In opdracht van GVB Amsterdam. Je ziet al hoe goed die is. Weet je wel. Oh, dit is ook een leuke. Voor Blokker illustreerde Erik achtereen het jaarverslag. Ja, dat doen heel veel stripmakers dus ook, hè. Die zijn gewoon ook, die maken strips, maar daar kun je eigenlijk niet van leven in Nederland. Of maar een paar kunnen daarvan leven. Dus die maken gewoon heel veel illustratiewerk erbij om rond te kunnen komen. Deze vond ik zelf heel mooi, ook. 100 jaar van de Steen in 2013. Zien we Van de Steen en Hergé. Met hun creaties spelen eigenlijk. Met een kluifje op de achtergrond. Dus dat is ook gaaf. Want hij heeft natuurlijk wel. Hij is een beetje schatplichtig aan Hergé. Als de uitvinder van de klare lijn. Joost Zwarte heeft ook wel heel veel klare lijn gedaan. Die heeft ook volgens mij de term de klare lijn gemunt uiteindelijk. En je ziet wel. Er is wel zoiets als de klare lijn. En dat betekent dat er in contouren getekend wordt. En dat je geen schaduwpartijen hebt. Onder andere in de tekeningen. Maar dat elke tekenaar wel toch zijn eigen ding daaraan toevoegt. Een Erik Heuvel klare lijntekening is niet helemaal hetzelfde als een Hergé klare lijntekening. Of een Peter van Dongen klare lijntekening. En hoe dat precies zit, dat moeten we in de toekomst maar eens gaan onderzoeken. Dit is stripverhaal Het Geheim van de Tijd. En dit is daar de cover, het vierde deel van. Deze vond ik ook wel heel tof.
Ik hoop eigenlijk Erik binnenkort nog eens een keer te interviewen over zijn werk. Even wat serieuzer. We hebben elkaar wel eens natuurlijk tijdens het signeersessie gesproken. Dit is January Jones. Gaaf. Beetje sexy. Maar niet heel erg sexy. Het is allemaal heel braaf nog, maar het is een sexy dame. Zeker. En ik heb Erik wel eens geïnterviewd voor het Parool, jaren geleden. Maar ik wil nog wel eens een keer met hem rond de tafel gaan zitten om serieus te praten over zijn werk. Dus ik hoop dat daar binnenkort gelegenheid voor is. Illustratie voor de promoposter van de Oost-Nederlandse stripboekenbeurs, nog deze. Deze vond ik ook heel leuk. We zien natuurlijk January Jones en haar sidekick, waar ik even de naam van vergeten ben. Maar dan zien we ook Robert Does. En dit is eigenlijk Galactus, een Galactus-achtige figuur van Marvel met Superman. En dat is natuurlijk wel een mooie, mooie illustratie. Dus dit is nu uit. Ik dacht, ik ga het toch even van jullie laten zien. Ook al was de vlog footsie, zeg maar. Want het is gewoon mooi om te laten zien. En er is natuurlijk van Erik ook net een album uit. Dus ik heb wel heel veel Erik Heuvel gehad in de afgelopen weken. Maar god, het was ook wel een keer tijd dat we daar een keer aandacht aan het werk van Erik Heuvel gingen besteden op dit vlogkanaal. Laten we hiermee eindigen. Dit is een ex libris voor de Duitse Tunga. Een uitgave van Colt Verlag. Dit is wel een mooie om mee te eindigen. Ik ben benieuwd of jullie fan zijn van De Klare Lijn of van Erik Heuvel specifiek. En welke albums van Erik je dan heel erg aanspreken die je hebt gelezen. Is dat de dingen die hij heeft gedaan voor de Anne Frank Stichting, dus de meer de historische strips? Of ben je meer een January Jones fan? Of misschien wel heel ander werk? Dan denk je van nou, ik vind zijn illustraties gewoon heel tof. Ik ben benieuwd naar jullie reactie erop. In ieder geval, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Deze kun je dus in de winkel vinden, was getekend Erik Heuvel. En ik zou zeggen, op naar de volgende vlog.